Yes, goeiedag, beste broer, beste zus, kijkers en luisteraars. God bless you. Mijn naam is Marcel van der Lisselen en ik ben er vandaag weer met een nieuwe aflevering van Bijbelwoord. Ja, u ziet het, ik ben heel enthousiast om in uw huiskamer te zijn, omdat ik vandaag ga praten over spiritual warfare, geestelijke oorlogvoering in the mind, geestelijke oorlogvoering in de tijd waarin we leven, de tijd van geestelijke, before you can win the battle, beste broer, beste zus, ja, you have to win the battle inside of you. Vandaag praat ik met u over geestelijke oorlog. Vandaag gaat het over die geestelijke oorlogvoering, de tijd waarin we leven, de tijd, de eindtijd, de tijd van het laatste uur, ja, is die geestelijke oorlogvoering nog heftiger geworden. Ik ga proberen al vandaag rustig met u te praten. Maar u weet, ik ben vaak enthousiast. En wanneer het om deze dingen gaat, dan moeten we de dingen zeggen zoals de dingen zijn. Broer, broeder, zuster. Ja, geestelijke oorlogvoering is oorlog in de geest. Zoals ik vaker tegen u heb gezegd, you are spirit first. Toen God u maakte, toen God ons heeft gemaakt, heeft u eerst gevormd, ja, heeft u eerst in de geest gemaakt en dan pas heeft hij u gezet in de baarmoeder. God zelf is geest. God is spirit. Dus om te communiceren met God, moeten we in de geest zijn. De vijand is geest. Dus die oorlogsvoering begint in eerste instantie in de geest. De vijand pakt ons aan, wil ons aanpakken, valt ons aan in de geest. We moeten daarvoor ready zijn. Gods geest, ja, is de geest die ons daarvoor ready maakt. De Heilige Geest, de geest van God, the Spirit of God. Kijk wat de vijand op dit moment met ons doet. Kijk wat er gebeurt in dit land. Ja, gezinnen gaan kapot, huwelijken gaan kapot. Ja, chaos, paniek, mensen zijn bang. Verdeeldheid tussen families, broers en zussen. Verdeeldheid in de kerk, verdeeldheid tussen in het lichaam van Christus. Maar dat zijn alleen maar aanvallen. Dat is die oorlog waarin we zitten. Die oorlog die we voeren op dit moment is geestelijk. Het is wat het uitzicht in het fysieke, maar het begint in de geest. Daarover praat ik met u vandaag. Want u als christen heeft ook de taak gekregen om mee te vechten met God. De strijd is niet tegen mensen. De strijd is niet tegen vlees en bloed. Maar dat wil niet zeggen dat de duivel geen mensen gebruikt. Hij gebruikt juist mensen. Gelovigen gebruikt hij en ongelovigen. Hij gebruikt juist ja, mensen. Een voorbeeld van dit staat in Matteüs 16 vers 23. Doch hij, Jezus, keerde zich om en zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op de dingen van mensen. Get behind me, Satan, zei Jezus. De strijd is geestelijk van aard. De strijd is gericht tegen machten die in de duisternis beheersen. De strijd is de strijd waarin de wereld verzonken is in die duistere wereld die waar we eruit moeten komen en het speelt zich af. In de hemelse gewesten. Er is heel veel hierover te zeggen, beste broer, beste zus. Ik kan er 4, 5 programma's aan besteden. Ik begin die nu al te zeggen. Misschien kan ik vandaag niet alles behandelen. Maar de volgende week ga ik zeker met u praten over wapens die u gaat kunnen gebruiken om in die strijd te gaan. Dat is volgende week bij de volgende nieuwe aflevering. Maar vandaag ga ik u vertellen wat die spiritual warfare is. Hoe het begint, waar het zich plaatsvindt, wie de vijand is. Enzovoort, enzovoort. Ja, er staat ja, dat wij als christenen klaar moeten staan. Kijk wat Paulus zegt in Efeze 6, vers 10. Voorts, wees krachtig in de Heer. Dus u moet sterk staan in de Heer. En in de sterke zijn er macht. Maar wat gebeurt er nu op dit moment bij veel christenen? Ja, bij veel christenen. Hosea 4, vers 6. Mijn volk gaat ten onder door een gebrek aan kennis. Onwetendheid, ignorance. En dat is ook een van de belangrijkste wapens van de vijand. Hij weet dat christenen de Bijbel niet lezen. Hij weet dat christenen niet vaak bidden. Hij doet dat. Hij leidt ze af door ze Netflix op ze af te sturen. Hij leidt ze af om al die bokswedstrijden en al die voetbalwedstrijden op ze af te sturen. Mag je niet naar voetbal kijken? Tuurlijk mag je kijken. Maar ik ga praten vandaag over geestelijke oorlogsvoering. Ja, elke wedergeboren christen moet weten dat het moment dat je Jezus aanneemt, dat je in een oorlog terechtkomt. Ja, dat je in een oorlog stapt.
Het is een strijd, een oorlog van het koninkrijk van het licht tegen het koninkrijk van duisternis. Laten we bidden. Ja, Vader, ik kom tot u op dit moment. Vader, met mijn broers, met mijn zuster, maar ook met anderen die ook kijken, die geïnteresseerd zijn. Vader, ik leg ieder in uw machtige handen. Vader, ik vraag u op dit moment dit hele programma over te nemen. Vader, zodat wanneer de woorden die ik uitspreek in uw naam, ook de mensen zullen raken en dat ze daarmee aan de slag kunnen gaan. Vader, wilt u de geestelijke oren en de geestelijke ogen openen, zodat ze alles wat gesproken wordt kunnen begrijpen. Vader, wanneer u tot mij praat, Vader, laat mij de woorden van u uitspreken, Vader. Heilige Geest, leid mij, zodat ik de mensen de beste informatie kan geven om ze weer te verrijken in de geest. Vader, ik dank u dat u mij de gelegenheid hebt gegeven. Ik dank u dat u mij gebruikt als dienstknecht om dit te doen, Vader. Ik ben daarvoor heel dankbaar. Ik prijs u daarvoor. Maar samen met mijn broers en zussen, Vader, prijzen wij u. We eren u en we loven u. En we zijn dankbaar dat we uw kinderen mogen zijn. In Jezus' naam. Amen. Goed. Ja, ik zei het al, ik praat vandaag over geestelijke oorlogsvoering met een verdieping naar dat onderdeel van die geestelijke oorlogsvoering van de mind. Ja, we vechten in de geest, maar het uitzicht vaak genoeg in het fysieke. We hebben er allemaal mee te maken. En vooral als je christen bent, heb je er zeker mee te maken. Reden waarom? Omdat wanneer je zegt, ik kies voor Jezus, ik kies voor God, ik ben een wedergeboren christen, dan ben je hoor je tot het koninkrijk van het licht. En dan heb je het koninkrijk van het duisternis die er wil voor zorgen dat het koninkrijk van het licht kapot gemaakt wordt. Satan is elke dag, elke minuut, elke seconde bezig ons aan te vallen. Hij rust niet uit. Dus het moment dat je slomber, het moment dat je doet niks, you can come fire. Dus daarom, beste broer, beste zus, u heeft ook de taak om als een co-warrior naast God te vechten. Ja, Jezus heeft de vijand verslagen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen gevechten meer zijn. Kijk, ik ga jullie twee belangrijke teksten zo geven. Maar laat me dit nog tegen. Jezus heeft de oorlog voor ons gewonnen. De vijand is verslagen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Allemaal weeping, allemaal destroyed. De strijd die we dus nu voeren als christen is geestelijk. Wanneer u ziet dat u wordt tegengewerkt, dat u wordt benadeeld, gaat het niet om de persoon, gaat het om de geest, die demon die achter de persoon zit. Begrijpt u wat ik bedoel? Wanneer u tegenslag krijgt, wanneer u tegen wordt gewerkt, wanneer er van je wordt gestolen, wanneer mensen u belazen, wanneer mensen u kwetsen, wanneer mensen u pijn doen, ja, is het niet de persoon, is de geest achter de persoon. Het is die demon. Er is altijd strijd. Wanneer je een kind van God bent, dan gaat de vijand alles proberen te doen dat je het einddoel, het plan van Gods leven, dat God voor je leven heeft, ja, dat je het niet bereikt. Satan probeert alles van God kapot te maken. En hij doet het op verschillende manieren. Daarom zeg ik van, die oorlog start in je mind. Want als iemand iets met mij zou doen en ik zou me ergeren, dan erger ik me. Maar waar begint die ergernis? Ik zie wat die persoon doet. Ik begin daarover na te denken. Amma, where are they? Amma, this is, amma, that is. En vlak daar wil de vijandje hebben. Dat je verder afdrijft van God. Waar wil de vijand zich gaan nestelen? In je mind en in je hart. Dat is die geestelijke oorlogsvoering. Dus wanneer we praten over geestelijke oorlogsvoering, is het van binnen, maar ook van buiten. Van buiten praten we meer over wat je fysiek ziet. Maar van binnen is hoe jij met die klappen, die aanvallen die de vijand jou geeft, omgaat. Ja? En daarover praat ik vandaag. En ik ga u tools en tips aanreiken om daar sterker in te worden. Ik ga u tools en tips aanreiken om dat je kan knappen. Dat je knappen, dat mijn vijand die komt. Te u knap hoe lekker een christen, lekker een chief masra, like a kingdom citizen, dan kan de vijand komen, maar je weet precies wat je moet doen. We moeten weten wie de vijand is en we moeten weten welke strategie we gaan gebruiken om die vijand aan te vallen, maar ook de strategie van verdediging. We moeten ook weten welke wapens God ter beschikking heeft gesteld om aan te vallen en om te verdedigen. In deze sessie, beste broer, beste zus, ja, zal ik met twee belangrijke teksten werken. Er zullen nog meer teksten aan bod komen, maar de belangrijkste teksten die ik praat is vooral Efeze 6, vers 10
tot en met 18. En daaruit haal ik nu Efeze 6 vers 12. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers. Deze duisternis, tegen boze geesten in de hemelse gewesten. En 2 Korintiërs 10 vers 3 tot en met 6. Want al leven wij in het vlees, we trekken niet ten strijde tegen het vlees. Wat ik zo net tegen je zei. Dus amas, I want where you strati. Amas, I want where you in it. En amang, want we trekken niet ten strijde tegen vlees en bloed. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. Zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangenen onder krijgsgevangenschap brengen onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. We praten vandaag over spiritual warfare. Of the mind, die geestelijke oorlogsvoering. Wanneer je Jezus hebt aangenomen, dan stap je in het koninkrijk van het licht. En dan heb je dan die koninkrijk die daartegen is, het koninkrijk van duisternis. Ja, duisternis is niet alleen afwezig. Duisternis betekent niet alleen afwezigheid van licht, maar ook de aanwezigheid van het kwaad. Overal waar de zonde invloed heeft of probeert te krijgen, zijn de duivel en zijn demonen actief. Achter de duisternis gaan dus machten schuilen. De duisternis wordt nog steeds vergroot door mensen die zondigen. Dus elke keer wanneer iemand een zonde pleegt, elke keer wanneer iemand bezig is te zondigen, elke keer wanneer iemand continu in zonde verkeert, dat wil zeggen dat er duisternis om hem heen is en die duisternis groeit. Er is geen licht. Ja? Zij worden daartoe aangezet door onzichtbare geesten. Ja, ja. Geesten, demonen zetten mensen aan om in die boosheid te verkeren. Ja, boze geesten. Demonen bewegen zich als machten op een veel hoger niveau dan de onze. Ze kunnen ons beïnvloeden. Maar laat me dit erbij zeggen. En het gaat denk ik zeker nog een paar keer voorkomen in deze sessie. Satan heeft power. Wij hebben power. Maar wij hebben ook de autoriteit. Satan heeft geen autoriteit. Dus als hij iets doet, is hij illegaal bezig. Maar die illegaliteit zorgt ervoor dat wij van het pad afgebracht worden. Hij heeft geen autoriteit. Hoe krijgt Satan autoriteit? We geven het zelf aan hem. Adam was de eerste die zijn autoriteit uit handen heeft gegeven. Jezus is gekomen, hij heeft het hersteld. En toch zijn er nog steeds mensen, ja, die autoriteit uit handen geven. Dan praat ik over christenen. Ja, maar je hebt ook nog mensen die Jezus niet kennen. Die leven nog steeds in de duisternis. Ik praat over niet-christenen. Want je kan een gelovige zijn, je gelooft in iets, maar je gelooft niet in God Almachtig Jezus Christus. Dus daarom praat ik niet over niet-gelovigen. Er zijn genoeg gelovige mensen. Sommigen geloven in een boom, sommigen geloven in de maan, sommigen geloven in wat dan ook. Wij geloven in de enige echte Jezus Christus. Het moment dat u wedergeboren bent, bent u een onderdeel van de oorlog. We willen of niet, you are the enemy of the enemy. Dus je moet gaan trainen. Ja, je moet het woord kennen. Je moet je wapenrusting aangaan. En je moet klaarstaan in knapo. Want te asan kon aan je tapo. Je moet man fitty. You have to fight. En weet u wat zo mooi is? God heeft ons alles gegeven. God heeft ons alles gegeven. De vijand heeft geen macht. Alles wat er gebeurt is van God. Kijk wat er staat in Psalm 24 vers 1. Alles is van God. Niets gebeurt zonder zijn toestemming. Zelfs de vijand moet toestemming vragen. Kijk wat er bij Job gebeurde. God was bezig te vergaderen met zijn zonen. En hij kwam binnenlopen en God vraagt hem, waar kom je vandaan? Hij zegt, ik was bezig te wandelen op aarde. I'm paraphrasing right now. En hij zegt, maar die man van jouw Job daar, u denkt dat hij trouw is. En toen heeft God gezegd, hij is trouw. Toen heeft God gevraagd, als hij iets mag doen, heeft God hem toestemming gegeven om Job aan te vallen. Het enige wat hij niet mag doen, hij mag Job niet doodmaken. Dus beste mensen, alles is van God. U bent van God. Uw lichaam is van God. Uw lichaam is een tempel. Dus als uw lichaam van God is, dan mag er geen rommel in je lichaam komen.
Ja, Jezus komt spoedig. De vijand weet dat. Hij voert zijn strijd op tegen ons. De aanvallen zijn geïntensiveerd. Wees waakzaam, uw tegenstander. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek om iemand te verslinden. Laat u niet verslinden door de vijand. Satan is onze geestelijke vijand. Hij is de vader der leugenaars. Wat is die spiritual warfare waarover ik het heb gehad? Er is een strijd tussen het koninkrijk van God en die van Satan. Er is een strijd van het licht tegen het duisternis. Geestelijke oorlogsvoering voor christenen is het vechten tegen die bovennatuurlijke krachten. Het is vechten tegen duisternis. Het is vechten tegen zonde. Het is vechten tegen geestelijke machten. Het is vechten tegen demonen. Het is gebaseerd op wat we doen, ja, die instructies die we krijgen, krijgen we vanuit de Bijbel. Dus wanneer wij geestelijke oorlog voeren, leert de Bijbel hoe we moeten dealen met de vijand. Spiritual warfare, geestelijke oorlog voeren, is ook nauw verbonden met bevrijding, met die inner healing en deliverance. Want wanneer iemand demonisch bezet is, dan ga je moeten strijden om die persoon vrij te zetten. Daarom, wanneer ik praat over geestelijke oorlogsvoering, dan moet ik ook altijd praten over bevrijding. Over die geestelijke wonden die geslagen zijn van binnen, waarvoor je genezing moet komen. Over die demonische bezetting van delen van je lichaam. Ja? Vandaag praat ik over die geestelijke oorlogsvoering, want je moet weten wie die vijand is. Je moet weten wat voor strategie je moet gebruiken. Je moet weten wie hij is om hem op zijn plaats te zetten, om hem slagen toe te brengen. Wie is de vijand? Ik ga het even in het Engels lezen. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. In sommige Bijbels zeggen ze heavenly places. For our struggle is not against flesh, but against the rulers. In sommige versies zeggen ze against principalities. We moeten ons realiseren dat we betrokken zijn in een geestelijke oorlogsvoering. We hebben te strijden tegen machten, ja, against the rulers, tegen overheden, against the authorities, tegen wereldbeheersers, deze duisternis, against the power of this dark world, en tegen boze geesten in de hemelse gewesten, against the spiritual forces of the evil in the enemy. Efeziërs 6 vers 12, dat betekent hoe donker het is in deze wereld, ja, hoe erg het is in deze wereld, dat deze wereld gezonken is in duisternis, dat we leven in de wereld waar er heel veel duisternis is. Remember, we leven in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. We behoren tot het koninkrijk van God. Daarom zeg ik van, u bent een gelovige. Ik durf zelf te zeggen, u bent een gelovige. You are a kingdom citizen. Ja, je bent eigenlijk kingdom citizen, gelovige. En dan pas kan je je christen laten noemen. Een christen is een volger van Jezus Christus. Niet iedereen is een christen. Daarom heb je ook heel veel fake christenen. En die mensen gebruiken Satan om je aan te vallen. Ja, wij vechten voor reinheid. Wij vechten voor gerechtigheid. Wij vechten dat de wil van God zal plaatsen. Wij vechten voor de schapen die verloren zijn. Wij vechten ervoor dat de wereld, ja, dat de aarde is zoals hij, dat God het wil dat het moet zijn. We bidden toch onze Vader die in de hemel zit. Uw naam worden geheiligd. Laat uw koninkrijk komen. We willen dat het koninkrijk van God hier op aarde, dat het goed gaat. Ja? De aarde is ontaard in een mistroostige, ellendige wereld. Met alleen maar onreinheid, seksuele immoraliteit. Ja? We moeten ons realiseren dat we betrokken zijn nogmaals bij de geestelijke oorlogsvoering. We strijden tegen vier entiteiten. In Efeziërs 6 vers 12 wordt de vijand op de beste manier omschreven in de Bijbel. En dat doet Paulus. We vechten tegen machten, tegen overheden, tegen wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. De vijand waartegen wij geroepen zijn te worstelen, kan nooit bestreden worden op natuurlijke vlakte. Natuurlijk, wat we in de geest doen, zal zich
uiten in het fysieke zal zich op een natuurlijke manier uiten, maar die fysieke sfeer wordt gecreëerd voor wat er eerst gebeurt in die spirituele atmosfeer. Ja, bestreden wordt, laat me het nog een keer voor u, de vijand waar tegen wij geroepen zijn te worstelen. We are wrestling against. De vijand waar tegen wij zijn geroepen te worstelen kan nooit bestreden worden op een natuurlijke vlakte. Of in de fysieke sfeer. Want wij worstelen niet tegen een vijand van vlees en bloed. We zijn verwikkeld in een geestelijke strijd. Met een boze gevallen engel en vele boze overheden en machten. Die veroorzakers zijn van het kwaad, misleiding, leugens, angst, zonde, kwaad, onrust, oorlog, incest, human trafficking, ja, kidnapping, hoererij, ja, homoseksualiteit. We moeten daartegen vechten. Mijn gebed vandaag is dat u kracht van de Heer, dat u de kracht van de Heer gebruikt die hij u gegeven heeft. De power en de autoriteit om goed de strijd aan te gaan. Want wanneer u strijdt, vecht u niet alleen voor uzelf. U vecht voor uw huwelijk. U vecht voor uw kinderen. U vecht voor die zoon die verslaafd is. U vecht voor uw huwelijk. U vecht tegen die man die vreemd gaat. U vecht tegen die vrouw die vreemd gaat. U vecht tegen dat soort zaken. You got resurrection power. You have the power of the Lord. Daarom mijn gebed voor u, vader. Dat u vandaag, vader, mijn broer, mijn zuster, sterker maakt in de naam van Jezus. Yes. We gaan even naar de reclame. Ik ben zo bij u terug. Die Surinaamse Bijbelgenootschap en de SBG, nou in dat organisatie, die daar hoe je bezig, voor bij die Bijbelpo, aulan stongo chakwa die uto tongo asana en voor bij moiti, daar hino asembe sa vind die Bijbel aki. En dat die doel voor SBG. Die doel voor SBG de, ta de tambe moiti, ta hi de tongo de ta fransana, hi nu ansembe sa feni di bebi di wautu fu gadu fu kalesi. E ya sa lesi se de ta buti ya audio, en de kaita ita haika an de fantue dai a di tongo di ta fusta, di tongo di lobi, di tongo di ta haika mo bunu. De di kulpo aki ta woko tanga fu sol guta di wautu fu gadu gomiti hi sembe a hi de tongo de ta fan. Di sa fusta na so di lobi. No hembe mita rupi op mita kai ta be happy da wan pisi money wan donasi baka kanye fu sol guta di wo kwa ki go do kuma fa garu ke fa go do e ke no isa chari moniko ko le fi adi kanto fu SBG ade a Hank Aaron stati no bu dite ni ku negi na so e ke no ta chari moniko store a banko a wa de re ke ni no bu fu SBG of e ke tu itambe di money over via banko. Eke no inango a di website for SBG henda serves@sr.net no nande inango luku hide informasi na so igwa social media say no you see SBG no you kisi informasi unfa isa happy buta wan donasi buta wan blessi for di woko aki musugo mo fara gantangi funu mikembe u libi no lazy no da wan sembe wan bible gantangi funu namus SBG. Ik ben er weer, beste broer. Ik praat vandaag over spirituele oorlogsvoering. Ik praat vandaag over die geestelijke oorlogsvoering. Die strijd waar wij als christenen in zijn. Als we nou willen of niet, we zijn erbij betrokken. Als u een kind bent van God, als u Jezus hebt aangenomen. Als u zegt van, I am a kingdom citizen. Ik hou van Jezus. Hij is mijn Heer en Meester. Dan bent u niet gewoon op aarde om een beetje rond te lopen. Nee, u bent een christen. En om een goede christen te zijn, moet u hard werken. De vijand is bezig. Maar hoe moeten wij zijn? Hoe moeten wij zijn? Wij moeten zijn. Kijk wat er staat in Filippenzen 2 vers 15. Opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Kijk wat er om ons heen gebeurt. Waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Dus we zijn net als lichtende sterren. Idempende. Begrijpt u wat ik bedoel? U bent een christen. U bent een zoon van God. U bent een lichtende ster. U moet het licht uitstralen. Ja, u bent het licht. U bent het zout. Dus u kunt geen fouten maken. En toch gaan er heel veel christenen in de fout, beste broer, beste zus. Ja, onthoud één ding. Straks moet je verantwoording afleggen bij God. Ik zei tegen mijn beste.
starten hier altijd met Lobatex, Matthäus 7, vers 23. We gaan allemaal schreeuwen, Heer, Heer. Straks ga ik ook, straks ga, als ik bij Jezus kom, moet ik ook verantwoordelijk afleggen. En als ik verkeerd doe, ga ik zeggen, maar God, Jezus, ik heb toch Bijbelwoord toegemaakt. Heer, ik heb toch mensen bevrijd. Ik heb mensen toch vrijgezet. Ik heb toch mensen genezen in uw naam. Ik heb gepredikt in uw naam. Ik heb teachings gegeven in uw naam. Dan gaat Jezus zeggen, ga toch weg, maar werkers van ongerechtigheid. Dat is wat er gaat gebeuren met heel veel mensen. En ik waarschuw op dit moment, elke geestelijke die leiding geeft enzovoort, ga niet in die fout. Laat je hart elke dag onderzoeken, want er zijn schapen onder u. God heeft u daar genomen, God heeft u daar gezet om to take care of sheep. Dit is geen vermaning, maar dit is een tip die ik u op dit moment geef. Als geestelijke, als ouderling, als diaken, als evangelist. Ja, als u behoort tot een van dat soort mensen, zelf bisschoppen en apostels. Maar geef over hoeveel van ons die een geestelijke leider zijn, gaan in de fout. Hoeveel van ons... Alleen maar om eigen financiële voordeel te halen, maar ook om die schapen op de verkeerde manier te beïnvloeden. Zelfs de paus maakt fouten. Want hij is ook mens. We are all equal. God brengt ons together by his amazing grace. Het is genade. Ik waarschuw, past u op. We vechten in de naam van Jezus. Met het bloed en het woord. Maar er zijn meer wapens, dat kan ik u nu al zeggen. Maar we moeten ook altijd, elke dag, onze wapenrusting aantrekken. Dat staat in Efeze 6, vanaf vers 13 tot en met 17. Efeze 10 zegt God, zegt Paulus ons, hopen te zijn sterk en krachtig in de Heer. In 10 en 11 zegt hij dat. In Efeze 6, vers 12 zegt hij ons wie de vijand is tegen wie we vechten. Daarom moeten we sterk en krachtig zijn in de Heer. En vanaf Efeze 13 tot en met 18 of tot en met 19 zegt hij hoe we moeten vechten en met wat we vechten. En daarom heeft God ons gegeven een wapenrusting. Ik ga straks daar meer over. Ik ga u vertellen hoe dat werkt straks. Yes, beste broer, we are at war, spiritual en fysiek, geestelijk en fysiek. Dus als ik hier sta, dan ben ik ook bezig met spirituele oorlogsvoering. Ben ik ook bezig met geestelijke oorlogsvoering. Want ik ben bezig te teachen. Ik ben nu bezig waarheden van God te vertellen. Ik ben nu bezig sterker te maken. Ik ben nu bezig te equippen om ook door te vechten. En de vijand vindt dat niet leuk. We moeten sterk zijn. Ik knapel. We kan je nou op Chifu Masara. Je moet je rol en je plaats innemen. De vijand moet weten wie we zijn en wat we kunnen. De vijand moet weten dat wij kinderen van God zijn. De vijand, ja, tegen wie we vechten, we moeten weten wie hij is. En daardoor gaan we een strategie ontwikkelen. En daarvoor gaan we de juiste wapens ontwikkelen om hem te zwepen en om hem te vernietigen. Om hem neer te halen in de naam van Jezus. Onthoud, de duivel is al verslagen. De duivel is al vernietigd. De duivel is al ontroond en ontwapend. Hij heeft power, maar geen autoriteit. De enige autoriteit die hij heeft, is wat we hem geven. Maar hij is al verslagen, maar er zijn nog steeds gevechten. Jezus has won the war, but there are still battles to fight. En die battles die we vechten, zijn battles die op ons afkomen. Zijn battles die waarin we ons onszelf inbrengen. Ja, wanneer je stiekem naar porno zit te kijken, dan open je die deur voor de vijand. Ja, dat hij naar binnen komt. Die geest van seksuele immoraliteit komt naar binnen. En de vijand is georganiseerd. De vijand is georganiseerd. Hij weet precies hoe hij moet doen. Hij weet precies hoe hij moet af. Daarom moeten wij ook georganiseerd zijn. De vijand, ja, dat is de machten. We are fighting against rulers and principality. What is a principality? A prince of a palatie. A prince. Ze zijn georganiseerde demonen in hoge ranken. A principality is een hoge demon. A principality heeft een aantal demonen ons onder zich die hij uitstuurt om aan te vallen en mensen te vernietigen. A principality is een hoog, high-ranked, ja, demon. A principality is bijvoorbeeld de Leviathan spirit. Ja, en onder die Leviathan spirit valt die geest van Jezebel. Daar valt die Python spirit. Daar valt die geest van, er komen weer een aantal groepen. Dus net hoe je hebt een kolonel, heb je majors, dan heb je dan sergeanten, dan heb je blootstaatssoldaat. Ik weet niet hoe die ranken zijn, maar dat is wat er gebeurt. Dus wanneer je praat over die zee, ja,
Satan regeert jou op aarde. Wat zijn de drie plaatsen van waaruit hij regeert? De zee, de hemel en de aarde. En onder de aarde valt de bos. Ja, bosgeesten. Dus wanneer hij op al die posten zet hij een high-ranked demon. En die hebben weer mensen die onderop vallen. Dus wanneer ik praat over de marine spirit, ja, ja, de queen of the heavens, daaronder valt die Leviathan spirit. En die Leviathan spirit is die draak die uit de zee komt. En onder die draak valt de Jezebel spirit. Onder die Jezebel spirit valt weer die Python spirit. Daar praten we over een stukje hoogmoed, arrogantie, maar ook over seksuele Jezebel spirit. Twist. Seksuele immoraliteit. Lees het verhaal in Openbaring 2 vers 7 van een van die kerken. Die geest van Jezebel die ervoor zorgt dat mensen seksuele immorele daden plegen. Die geest van Jezebel die splitsing brengt in de gemeente. Die geest van Jezebel die splitsing brengt in gezinnen. Ze zijn georganiseerde demonen. Daarom moet elke organisatie tenminste zijn zoals God het bedoeld heeft. In de Bijbel staat ook, we moeten gehoorzaam zijn aan onze overheden. Maar we moeten overheid zijn, die is zoals God zijn overheden zijn in de hemelse gewesten. In de hemel. God heeft ook een organisatie. De vijand heeft alles gekopieerd van God. Daarom staat er in de Bijbel, we moeten gehoorzaam zijn aan overheden. Maar je hebt ook overheden die duivels zijn. Je hebt ook overheden die de verkeerde dingen doen. Kijk, wat er gebeurt in heel veel landen, wanneer je ziet dat de overheid corrupt is, wanneer je ziet dat de overheid nepotisme heeft, wanneer je ziet dat de overheid met vriendjespolitiek bezig is, dat wil zeggen dat er demonen zijn in die overheid. Dan wordt het moeilijk om ze te organiseren. We vechten tegen overheden, against the authority. Wanneer de vijanden hele gebieden, ja, de vijanden worden, principalities worden aangewezen voor gebieden. Elk gebied, ook waar je woont, ja, valt onder een principality. Hele districten vallen onder een zo'n demon. Hele landen zelf vallen onder zo'n demon. Op dit moment zijn de demonen toegewezen aan Suriname. Waarom? We hebben die deuren wijd opengezet voor afgoderij. Ja, op dit moment wordt Suriname beheerst door principalities van nepotisme. Principalities van corruptie. Principalities van seksuele immoraliteit. En in sommige gebieden van Suriname, in sommige territoria's, ja, zijn het bijvoorbeeld wanneer je gaat richting nee, laat me niet zeggen. You're not ready for that. I will not tell you. Dat ga je horen, ik beledig mensen. Terwijl ik niet bang ben, maar laat me het neutraal houden. Hele gebieden worden beheerst. Je hebt hele gebieden waar heel veel afgoderij plaatsvindt. Dat wil zeggen dat die geest van afgoderij, die principality over dat gebied is aan. Je hebt bijvoorbeeld een territoriale geest van schuld. Die territoriale geest is aangewezen in Suriname. Ja? Daarom is Suriname zo verschulden. En hij heeft trawanten die het steeds maar ervoor zorgen dat die schuld blijft. De vijand tegen wereldheersers die ze duisternis. Daartegen vechten we. We vechten tegen krachten van de duisternis. Ja? Satan speelt in op duisternis. Waar het duisternis is, is er geen waarheid. Waar het duisternis is, zijn er geheimen. Als je geheimen hebt, dan is het niet goed. God heeft geen geheimen. Zijn kinderen krijgen alles te weten. Wanneer iemand in het geheim opereert, dat wil zeggen dat je fout bent, dan opereer je in het duisternis. Je hebt geheime organisaties zoals loges en vrijmetselarij. Zijn geheim. Wat van God is, is niet geheim. God geeft zijn kinderen dat licht, het breekwoord in het licht. Alles wat je doet moet in het licht zijn. Daarom moeten we transparant zijn. Ja, mensen moeten zien hoe we zijn. Waarom mag dat? Omdat we kinderen van God zijn. Ja, nieuwe religieën. Nieuw zoals New Age, valse doctrines, zijn dingen die komen vanuit die duisternis en ze zeggen dat het licht is. Dus wanneer je in die duisternis vertoeft, dan ga je door dat soort dingen beïnvloed worden. Ja, die motivational gospel, ja, verkeerde wetten. Ja, wetten die zeggen dat een kind mag bepalen als ze een jongen of een meisje is. Die transgender dingen. Nee, you are born a man or you are born a woman. Punt uit, klaar. God maakt geen fouten. Wat zijn die duistere machten die de overheid infiltreren, zodat er wetten geslagen worden dat deze mensen vrijspel kunnen, dat die demonen vrijspel kunnen hebben. Ja, twee mannen kunnen geen kind produceren. Dat wil zeggen dat de mensheid vernietigd wordt. Onze strijd is gericht tegen geestelijke heersers van de duisternis. Die geestelijke heersers van de duisternis beïnvloeden heel veel mensen. Het gebeurt nu ook in Suriname. Kijk wat er gebeurt. Met het advies op het gebied van vaccinatie. Ik zou eigenlijk vandaag niet zeggen over vaccinatie. Maar kijk wat er gebeurt. Is er,
Ben ik tegen vaccinatie? Nee. Is er in het verleden gevaccineerd? Natuurlijk, ik heb hele kort vaccinatie gehad. Ik heb dat gehad, ik heb dat gehad. Vaccinaties die goed onderzocht zijn. Vaccinaties waar men ervaring mee heeft. Vaccinaties die geen behandeling zijn. Maar genoeg daarover gezegd. Ik praat vandaag over de geestelijke oorlog. Maar het zijn die geesten van de duisternis die regeringen beïnvloeden. Die artsen beïnvloeden. Ja? Wordt de waarheid gesproken? Dat is voor mij belangrijk. Wordt de waarheid gesproken? Nu in deze tijd. We hebben er allemaal mee te maken. Die leugengeest gaat tekeer in Suriname. Die komt uit de duisternis. Want een leugen is een onwaarheid. De waarheid is licht. De onwaarheid is duisternis. Die leugengeest regeert in Suriname. We moeten er tegen ingaan om altijd de waarheid te spreken. En wat is de waarheid? Alles wat we doen staat in het woord. God heeft ons de Bijbel gegeven. Het is de manual of life. Het is de truth. Het is de woord. Het is liefde. Het is God. Wanneer u een mobiele telefoon koopt, dan leest u die manual niet. Maar met deze manual van het leven, als u goed wil leven. Onze strijd is gericht tegen geestelijke heersers van de duisternis die invloed uitoefenen op het kwaad dat vandaag de dag in deze wereld plaatsvindt. Ze kunnen niet verslagen worden met natuurlijke wapens. De vijand richt zich vooral op de mind. Tegen boze geesten in de hemelse gewesten vechten wij. Het gaat om die mind. The battle of God between God and the enemy is about our mind. De geestelijke machten van het kwaad zullen de niet geredde en verblinde mensen gebruiken. De geestelijke machten van het kwaad zullen de niet geredde en verblinde mensen gebruiken. Hoeveel mensen zijn er niet verblind? Zelf christenen zijn verblind. Ik had eergisteren een hele discussie met een geestelijke. Hoe men op de verkeerde manier met elkaar omgaat. Ja? Ook wij van het lichaam van Christus moeten terug naar de basis en gaan praten met de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest ons adviseert. En dat we in stil zijn en luisteren en een goed onderscheid hebben als het de stem van God is. Want de lof de man, de geestelijk, maar dat de Heer heeft gezegd, is het de Heer. Het is de Heilige Geest of is het die geest van duisternis? Die geest, die boze geesten uit de hemelse gewesten, die donkere, die duistere geesten die jou adviseren. Ik had vorige week of eerder week gesproken, how to hear the voice of the Lord. Er zijn drie stemmen. Je eigen stem, de stem van de vijand en de stem van God. De stem van de Heilige Geest. Ga niet schreeuwen, de Heer heeft gezegd. Ga niet roepen, de geest van God heeft dat aan me gezegd. Doe dat niet. Als het niet. Because a lot of times hebben we wishful thinking. De geestelijke machten gaan daardoor uw mind gebruiken. En gaan doen alsof het Jezus is. Ze gaan doen als het de stem van God is. Maar ik kan je één ding zeggen. Als je zeker wil weten als het de stem van God is. Dan kan het alleen maar goed zijn. En het kan niet tegen de Bijbel gericht zijn. Dus als een stem tegen u zegt. U moet gaan scheiden. Dan is het niet de stem van God. For God has not given us a spirit of fear. We hebben geen geest van angst gekregen. Of lafhartigheid. Maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 2 Timotheus 1 vers 7. Ja, dit is vooral belangrijk voor Christen. Want weet dat God jou iets en altijd iets goed gaat geven. Een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Not a spirit of fear. Dus je moet niet bang zijn. En als je bang bent, dat wil zeggen dat de spirit of fear, ja, is attacking your life. In de naam van Jezus en de autoriteit, ik verbreek die macht, Vader. I command the spirit of fear to move out of your body now in Jesus' name. Out. Verlaat het lichaam van die mevrouw en die meneer, die broeder en zus. Nu, ik commandeer je geest van angst. Verdwijn uit dat huis. In Jezus' naam. In Efeze 1, vers 19 ja, tot en met 23 staat wat God is en wat God voor ons heeft gedaan. Ik ga even, het is een beetje lang, maar ik ga het voor u lezen. Luister goed, want alles is van God en alles valt onder God. Dus als alles onder God valt en als Jezus in jou is, Hij die in jou is, is groter dan Hij die in de wereld. Als Jezus in jou is, dan ben je ook groter dan wat in de wereld is. Efeze 1 vers 19. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking van de sterkte zijn en macht.
die hij heeft gewrocht in Christus door hem uit de doden op te wekken. God heeft zijn power gebruikt, ja, om Christus uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gevest. Boven, luister goed, alle overheid, macht en kracht en heerschappij. Wat zijn de vijanden tegen waar we vechten? Ja, maar kijk maar, God, Jezus zegt, boven alle overheid, macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Dus aan of no, ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten genesteld. En hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente. Ja, dus als je bij de gemeente van Jezus hoort, dan valt het ook onder jou. Die zijn lichaam is, ja, vervuld met hem, die alles in hem is volmaakt. Dus u bent volmaakt in Christus. Die geestelijke oorlogvoering begint in de gedachte. En het wordt geempowered door de woord. De geestelijke oorlogvoering is in de gedachte. De aanvallen op onze mind. Hoe sterk moeten wij niet zijn? Is het mogelijk voor een christen om rein en zuiver te blijven in de wereld gevuld met geweld, immoraliteit en corruptie? Ik stel weer die vraag. Is het mogelijk voor u als christen? Is het mogelijk voor u, voor mij als christen, om rein en zuiver te blijven in een wereld gevuld met geweld, immoraliteit, corruptie? Of is het onvermijdelijk dat de tijdgeest, de geest van de wereld, de spirit of Satan, because we have the spirit of God, we have the spirit of Satan, de geest van de wereld, heiligen van God zal vermoeien? Hij gaat proberen om ons te vermoeien. Maar je raakt niet vermoeid. Waarom niet? Omdat Jezus in jou is. Waarom niet? Omdat je krachtig bent in de Heer. Efeze 6 vers 10. U bent krachtig in de Heer. Jezus is in jou. Jezus is in jou. Je bent sterk. Ik kan het niet meer. Zeg maar na. Jezus is in mij. Zeg maar na. Jezus is in mij. Ik ben meer dan overwinnaar. Zeg maar na. Ik ben meer dan overwinnaar. Ik ben meer dan overwinnaar. Ik sta mee en knappel. Of is het onvermijdelijk dat de tijdgeest, de geest van de wereld, de heilige van God zal vermoeien? Het gebeurde met Lot en zijn gezin in Sodom. En het is met grote groepen christen rondom de wereld. Job heeft Lot vermoeid. Hij heeft Job vermoeid. Ja, en het gebeurt nog steeds dat christenen gaan toegeven. Die are compromising for darkness. Ze geven toe. Ook in het lichaam van Christus heb je mensen die zo... Er is een... Ik ga zijn naam gewoon noemen. T.J. Jakes heeft gezegd dat David homo is. Hij is iemand die zich heeft laten misleiden. We worden misleid, beste broer. We worden afgeleid. Blijf bij het woord. Blijf bij de Bijbel. Dat is zuiver. De overweldigende verleidingen van deze boosaardige generatie. Er zijn veel verleidingen. Mensen worden verleid. Mensen worden misleid. Mensen worden afgeleid. Ja? En niet de mensen alleen die geen christen zijn, maar ook de mensen die christen zijn. En dan vallen mensen af, ja, dan vallen ze in goddeloze praktijken. En wat krijg je dan? Dan noemen ze die geloofsafvalligheid. The battle of your mind. Ik ga u vragen, neem uw pen en papier, dan moet u opschrijven wat ik nu tegen u zeg. The battle of the mind. Eerste wat, u maakt een tekening op je papier, zo, raps, ja, zo'n soort T. Aan de ene kant heb je Koninkrijk van het Licht en aan de andere kant heb je Koninkrijk van het Duister. Dus schrijft u op Koninkrijk van het Licht, Koninkrijk van het Duisternis. Verdeelt u uw blaadje in twee stukken. Bij het Koninkrijk van het Licht heb je praise and worship. Bent u gelovige? U moet alleen maar opschrijven praise. U praise hem en u worship hem. Dat is het koninkrijk van het licht. Wat is daartegen? In het koninkrijk van de duisternis heb je distraction, afleiding en misleiding. In het koninkrijk van het licht heb je gebed, communicatie met God. In het koninkrijk van de duisternis heb je distortion, verwarring en misleiding. In het koninkrijk van het licht, omdat je goed communiceert, krijg je openbaringen, krijg je kennis. In het koninkrijk van het duisternis krijg je leugens en onwaarheden. Wanneer je bezig bent
in het koninkrijk van het licht, waar je gebed en communicatie hebt, praise en worship, en je krijgt openbaringen, dat wil zeggen dat uw leven goed doorgaat. Ja, u krijgt een leven die steeds goed loopt, want u volgt God. U bent in communicatie met God. Wanneer u een opstelsel maakt van de dingen in het koninkrijk van het duisternis, dat wil zeggen dat u stopt met het leven voor God en dat u gaat leven zoals de vijand het wil. U leeft in het duisternis in zonde. Wanneer je bezig bent in het koninkrijk van het licht, dan is je mindset goed. At peace, vrede. Wanneer je bezig bent in het koninkrijk van het duisternis, dan is je mindset verstoord. Wanneer je bezig bent in het koninkrijk van het licht, geloof groeit, je hebt goede resultaten, je hebt stabiliteit. Wanneer je bezig bent in het koninkrijk van het duisternis, dan functioneer je slecht. Er zijn ziektes, er is stress, er is verwarring. Je leven is onstabiel. U heeft die scheiding gemaakt. Geloof groeit. Koninkrijk van het licht. Goede resultaten. Stabiliteit in je leven. Koninkrijk van het duisternis. Ziektes, stress, verwarring, onstabiel leven. Ik moet opschieten, want de tijd loopt. Ja, dus you are, your mind is a battlefield. En de vijand wil je mind beheersen. Maar de weapons of our warfare, ja, de wapens van onze strijd zijn geen menselijke wapens, maar geestelijke wapens. Het zijn sterke wapens van God die elke geestelijke muur kunnen afbreken. Dat staat er in 2 Korintiërs 10 vers 4. Hou die tekst vast. Belangrijk, wie tegen wie vecht je? Efeze 6 vers 12, hoe ga je die aanval goed afslaan? 2 Korintiërs 10 vers 4. De vijand wil je mind, de vijand wil je focus, de vijand wil je autoriteit hebben. Want de vijand heeft geen autoriteit. De duivel, de vijand is uit op jouw manier van denken. Satan en his demons willen heersen over jouw manier van denken. Je mind is de kern van je ziel. Vanuit je ziel ga je werken. Je ziel geeft aan, ja, je senses, je ruik, je handelen, je zien, je kijken. De mind, ja, geeft aan hoe je het in het fysieke gaat doen. En daarom wil die vijand jouw mind hebben, zodat je in het fysieke de verkeerde dingen gaat doen. Romeinen 8 vers 5 en 6 zegt, want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is dood. De gezindheid van de geest is leven en vrede. De gezindheid van het vlees is dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Satans belangrijkste wapens zijn leugen, argumenten, redeneren, verbeelding, bolwerken. Ja? Ik ga daar verder niet dieper op in. God is almighty. God is supernatural. The moment we start reasoning, zodra we God beginnen te redeneren, gaat het niet goed. Satan gaat proberen met beeldvorming naar je toe te komen. We leven in een geestelijke wereld en een natuurlijke wereld. Maar de geest wordt gevormd door wat we zien. De geest krijgt verbeeldingen, ja, plaatjes in de geest. Verbeelding komt tot stand door de geest. Maar als je gelooft in God, dan ga je je verbeelden, inbeelden, verbeelden wat God heeft. Ja, maar als je leeft in angst, dan ga je verlamd raken en dan gaat Satan bepalen hoe je denkt. Ja, dus beste broer, beste zus. En daardoor ontstaan er bolwerken. Ja, die leugens, die argumenten, redeneringen, verbeelding gaan ervoor zorgen dat er bolwerken. Satan kan gedachten in je hoofd plaatsen door suggestie. Ja, Satan gaat dingen suggereren. Satan gaat inspelen op jouw begeertes. Ja, oh mijn God, maar een mooie vrouw, die ziet dat. Hij gaat erop inspelen. Satan weet niet wat je denkt, maar hij gaat je wel zodanig bestuderen dat hij gedachten in je kan plaatsen. En dat is die strijd die je voert, die geestelijke strijd. Want daartegen strijd je. Je moet strijden tegen die onreinheid. Je moet strijden tegen die onreine gedachten. Satan kent ons. Satan is al 6000 jaar bezig. Ja, Satan zorgt ervoor dat er bolwerken komen. Bolwerken van alcoholisme, drugs, luiheid, arrogantie, seksuele immoraliteit. Ik kan doorgaan. Een andere keer zal ik daarover praten. Een bolwerk is een plaats van bescherming waar je niet makkelijk naar binnen kan gaan. Dus als er een bolwerk van slechtheid is, dan heeft u bevrijding nodig om dit allemaal weg te halen. Ja? Wat gebeurt er? Er is een denkpatroon die gevoed wordt. Ja? Wanneer God geeft jou positieve gedachten door het woord, de pastors, Bible teaching, wat ik vandaag doe.
positieve gedachte komt uit de Bijbel. De vijand geeft negatieve suggesties. Slechte vrienden, films, pornofilms. Ja, slechte moppen, vuile taal. Ja, slechte reclame. Zogenaamde sexy reclame. Vuile reclame. Het gaat je mind beïnvloeden. Ja, de kracht, de power. Er is power in je thoughts. Een negatieve bolwerk leidt tot een mindset van gewetenloosheid, goddeloosheid. Het trekt de duivel aan. En dan begint die geloofsafvalligheid. Een positieve mindset, ja, daarom moeten we vechten om altijd positief te zijn. Jij heeft God, Jezus, heiligheid, liefde, compassie. We gaan naar het einde toe. Daarom, ik vraag je op dit moment even naar jezelf te kijken. Neem 30 seconden, kijk naar jezelf. Zelf, welke bolwerken en welke verkeerde leugenachtige gedachten herken je in jouw leven? Kijk even 30 seconden. Het gaat nu in. Ja, die boze machten, angst, schuldgevoel, onkunde, boosheid, afgunst, afwijzing, twijfel, onreinheid, diefachtigheid, nepotisme, corruptie, hoogmoed, arrogantie. Dat zijn boze machtigen. Hoe leeft u nu? Zelfreflectie. Even bij jezelf nagaan. Ik praat veel over de mind, omdat dat eigenlijk de belangrijkste plek is waar de duivel wil nestelen. Daar gaat die strijd om. Hij wil gaan nestelen. De beste verdediging is die helmet. Die helmet of salvation. Die helmet of salvation. De helm, ja, des hels die je moet aantrekken tegen die slechte pijlen die op je wordt afgevuurd. Ja, je moet gaan zoals het staat in Romeinen 12 vers 2. God zijn belangrijkste wapen in de geestelijke oorlogvoering is de renewing of your mind. Romeinen 12 vers 2. Oké, beste mensen, ik heb vandaag gesproken over geestelijke oorlogsvoering. Ja, ik heb u gezegd wie de vijand is. Ik heb u gezegd ja, hoe je hem kan aanpakken. Ja, ik heb u gezegd wat is de belangrijkste plek wat hij aanvalt. Dat is je mind. Ja, en wat ga je dan doen daartegen? Trek je wapenrusting aan. Breng everything onder. Neem elke negatieve gedachte. Krijgsgevangenen en brengen onze gehoorzaamheid van Jezus Christus. Ja, set your mind on things above. Zet je gedachten op de dingen van boven. Colossense 3 vers 2. Pray without ceasing. Blijf constant bidden voor bescherming. Ja, blijf strijden. Strijden. Lord Jesus, give me a sound mind. Lord Jesus, give me a clean mind. Lord Jesus, give me a good heart. Heer Jezus, reinig mijn hart. Jezus, onderzoek mijn hart. Jezus, geef me kracht. Laat je leiden door de Heilige Geest. We moeten onze mind voortdurend vernieuwen door het woord van God. Zodat we de vijand geen ruimte geven om een bolwerk in ons geest op te bouwen. Romeinen 12 vers 2. Trek de wapenrusting aan. Volgende week ga ik praten over de wapenrusting en de wapens die God ons heeft gegeven in geestelijke oorlogsvoering. De helm of salvation, van zaligheid. Ja? Het panzer der gerechtigheid, het borstkans. Panzer van gerechtigheid. Waarom borstpanzer? Daar zit je hart. Ja, ja. Je helm, je panzer, je riem, ja. Je zwaard, Gods woord. De riem van waarheid. Ja, om bedrog tegen te gaan. Ja, je sandalen. Want elke keer wanneer het veld ingaat, moet je... God heeft ons wapens gegeven. Ik noem een paar. Laten we even gaan naar Psalm 18. Volgende week ga ik er dieper op in. Ja, in Psalm 18. Wanneer jij strijdt. Kijk wat er staat in Psalm 18, vers 9. Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam voort uit zijn mond, kolen raakten erdoor in brand. Dus wanneer hier staat, uit Gods mond kwam een verterend vuur. Wanneer je bidt, zeg je vader, God, dat verterend vuur dat uit uw mond kwam, stuur ik naar de kamp van mijn vijand om ze te verbranden in de naam van Jezus Christus. Dat is hoe je Gods wapens gebruikt. Ja, ja, dus wat staat er hier? De Heere deed in Psalm 18 vers 14. De Heere deed de donder. U zendt de donder in de kamp van de vijand om ze te vernietigen. U stuurt hagel en vuurkolen die van God komen naar de kamp van de vijand op uw vijand af om ze te vernietigen. Volgende week ga ik hierover praten. Beste broer, beste zus, ik ben aan het einde gekomen. Ik hoop dat ik u meer heb kunnen vertellen over geestelijke oorlogsvoering. Onthoud, vooral belangrijk, Efeze 6 vers 12, ja, 2 Korinther 10 vers 5, de wapens die we gebruiken tegen de vijand. Uw wapenrusting, ja, Efeze 13 tot en met Efeze 18, ja, gebruik die wapens elke dag wanneer je uit huis staat.
trek je wapenrusting aan, je sandalen, die gordel van waarheid, je borstkanser, je helm, de zwaard, het tweesnijdend zwaard, het woord van God. Trek die dingen aan en bedek jezelf onder het bloed van je. Dan gaat u uit huis. Dan weet ik 100% zeker dat de vijand een hele bocht om u maakt. Laten we bidden. Ik ga samen met u bidden. En volgende week, ik beloof u dat ik terugkom om te praten over de wapens van God. Hij heeft ons meer dan 100 gegeven. De belangrijkste wapens, de naam van Jezus Christus, het bloed van Jezus Christus en het woord. Maar hij heeft ons meer gegeven. Amen. Ik gaf u zo net een voorbeeld over psalm, van de wapens die staan in psalm 18. Goed, laten we bidden. Hef uw handen op en kunt u me nazeggen. Hemelse Vader, lieve Vader, Abba Vader, ik kom voor uw troon van genade. Jezus, ik ben u dankbaar voor wat u voor mij aan het kruis hebt gedaan. Op basis daarvan kan ik gaan voor mijn bevrijding. Heer, ik beleid dat ik heb toegegeven, zegt u me na, aan wereldse gedachten en duivelse gedachten die tegen uw woord ingaan. In plaats van strijd voeren, heb ik me laten misleiden en afleiden. Heer, vandaag beleid ik deze zonde. Ik beken deze zonde aan u. Ik heb berouw hiervoor. Vader, vergeeft u mij voor mijn gedachten van ongeloof, armoede, stress, zegt u me na, luiheid, verwarring, ontmoediging, negatieve zelfwaarde, rebellie en alle andere gedachten die niet van u afkomstig zijn. Ik verbreek elke overeenkomst, relatie en geestelijke samenwerking met deze gedachten. Ik ga nu een samenwerking met u aan om te leven met de mind van Jezus. Ik verwerp alle negatieve gedachten, argumenten, redeneringen en verbeeldingen. Ik verwerp elke mindset die het wereldse denken bevestigt. Ik verwerp ongeloof, seksuele immoraliteit, rebellie en koppigheid dat tegen u is. Ik haal elk bolwerk neer en verbrand ze met het vuur van de Heilige Geest. I commend these strong men, this gatekeeper, to move out of me in Jesus' name. Ik neem alle negatieve gedachten krijgsgevangen en leg ze onder gehoorzaamheid van Jezus Christus in Jezus' naam. Ik vernieuw mijn gedachten en ik verklaar mezelf vrij in Jezus' naam. Amen. Ik ga nu voor u bidden. Vader, ik dank u voor deze sessie. Vader, dat de woorden die ik vandaag heb gesproken, de mensen zullen raken en niet ledig tot u zullen wederkeren. Vader, dat ze nu gesterkt zijn en ready zijn, Vader, en volle passie zijn en kracht en enthousiasme om die geestelijke strijd continu aan te gaan en omdat ze weten dat ze niet zullen verliezen, dat ze de overtuiging hebben dat ze het goed zullen doen. Vader, ik vraag u op dit moment ze te vullen met kracht en wijsheid, passie, doorzettingsvermogen, de geest van onderscheiding om die strijd aan te gaan. Dat vraag ik u, vul ze Heer in de naam van Jezus. Vader, ik bid Vader dat de kracht is Vader. Vader, I ask you right now, Vader, to fill everybody with the spirit of discernment. Vader, fill them with your resurrection power. Vader, ik vraag u op dit moment om elke Surinamer te vullen met uw opstandingskracht. In de tijd waarin we nu leven, hebben we uw opstandingskracht meer dan ooit nodig, lieve Vader in de hemel. Vader, vul ons met uw opstandingskracht. Vul ons met uw resurrection power. Vul ons met de geest van Decati. Vul ons met de geest van wijsheid en kracht om door deze tijd van coronapandemie door te komen, Vader. Vader, ik verbrand die geest van corona. Deze demon van corona, Vader, ik leg het aan banden. Ik bestraf het, Vader, en ik vernietig het met uw vuur in de naam van Jezus Christus. Vader, die geest van afgoderij die door dit land heen gaat, Vader. Vader, ik zet het aan,
Ik leg het aan banden. Ik bind het. Ik bestraf het in de naam van Jezus Christus. Vader, elke altaar die gebouwd is in dit land, vader, slijk aan groezelementen met uw hamer, Heer. Aan onherstelbare stukken. Vader, elke geest van nepotisme, die leugengeest, vader, bestraf we in de naam van Jezus. Vader, die geest van dictatorschap, die geest van machtsdronkenheid, bestraf we in de naam van Jezus Christus. Vader, ik leg Suriname in uw machtige hand. Vader, neemt u over, vader. Vader, vanaf volgende week zullen er geen coronadoden meer zijn. En vanaf volgende week zal het dalen in de naam van. Ik proclameer geen coronadoden meer. Ik proclameer daling en ik proclameer dat deze ziekte verdwijnt uit Suriname in de naam van Jezus. Vader, ik bid voor de huwelijken, vader, dat de herstel plaatsvindt. Ik bid voor de gezinnen, vader, dat de rust is, vader. Ik bid Jezus shalom over dit land in de naam van Jezus Christus. De Heere zegen u. De Heere behoort u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. In Jezus, de Heere geeft u zijn vrede in Jezus' almachtige naam. Amen. God bless you.